Ik kom net van Q Music, waar ik een uur lang in de ochtendshow heb gezeten van Mattie en Mietse. Hartstikke leuk. Ze hadden zelfs taart voor me gebakken, omdat het vandaag ook mijn verjaardag is. Ja, en ik ben 5 geworden, zie ik. Het is ook de rol van onze partij om een hele ander geluid te laten horen, omdat al die politieke partijen zeg maar met één ding bezighouden. En dat is de korte termijn belangen van met name de westerse mensen en zijn geld. Ja. En heb je nog broertjes of zusjes? Ik heb nog een broer. Vroeger veel ruzie? Ja. En wie won er altijd? Ik. Want jij bent ouder. Ik ben ouder, sterker. Ja, nee, ja. Oké. Okay. Vegetariër of veganist? Vegan, ja. Veganist. En waarom? Omdat voor melk moeten de kalfjes geboren worden. En die worden na een paar maanden ook gewoon gedood. Ja. Maar dan zijn we daar echt in vrienden, want ik ben ook vegan. Hey, yes! Ja, mag je straks ook een man vinden? Oh, dat vind ik leuk. Ik zit lekker ontspannen in de testhagen op weg naar Libelle de Wat. Ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik vanavond op een verjaardag dat samen met jullie daar stil ben kan blijven staan. Dat we over 9 dagen een belangrijke dag kunnen hebben waarin we mensen weten te bewegen om voorbij hun eigen korte termijn belangetjes te denken. En op te komen voor de planeet en voor al zijn bewoners, dier en mens. En dat we wars zijn van die traditionele politieke partijen, dat we onze toekomst van hebben gehad. Dat we nu kiezen voor toekomstgerichte politiek, waarbij mededogen en duurzaamheid en persoonlijke vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid centraal staan. Waarbij we vasthouden aan onze idealen en waarbij wij hopelijk op 15 maart een klinkende overwinning zullen meemaken samen met jullie. Dank jullie wel voor jullie komst. Ik vind het hartverwarmend. Dank jullie wel.